Zeko, wat is gebeurd vandaag? Ommekeer? Ja, klopt. Heel ommekeer. We zijn blij met de overwinning. Ja, er mocht wel nog meer kansen erin gaan. Vooral ik. Iets meer scherpte en ik had mijn 5-0 voor. Maar ja, we zijn wel blij met die 3 punten. Ja. Wat is gebeurd deze week eigenlijk, na vorige week vrijdag? Ja, gelukkig is er ingegrepen. Er zijn veel spelers, zeg maar, persoonlijk gesproken. En het team heeft gewoon goed ingegrepen en zo te zien, het is goed gelukt. Ja, ja, jij hebt 1-0 had je op de voeten, nee, op de kop eigenlijk. Hoe ging dat eigenlijk, het doelpunt? Het ging je er graag? Ja, ik kan me niet eens herinneren. Ik denk, ja, ik heb een corner en ik vlieg gewoon erin. Voor de keeper langs en ik hem gewoon toeval goed voor mijn voeten. Ja. Goal is een goal. Goal tellen is het belangrijkste, die 3 punten. Hoe gaan we nu verder? We hebben nog 2 weken rust. Hoe gaat het nou verder uitzien? Ja, gewoon in onszelf blijven investeren. En van de training alles blijven geven. En dan hoop ik de volgende wedstrijd weer nog goede resultaten neer te zetten. Het was een verrassende opstelling eigenlijk waar Peter aan begonnen is vandaag. Hoe dacht jij toen die opstelling bekend werd? Ja, ik geloof dat we wel iets anders gaan proberen en kijken hoe het ging. Ja, het is goed dat het wel aan de hand ligt. Okay. Ik zie dat de dame van Fox Sport klaar staat. Je moet voor Fox gaan interviewen. Kun je wel succes wensen de komende week even rust. En dan thuis tegen de Graafschap ook die 3 punten. Dank u wel. Oké, succes.